Het moment van ommekeer, dus volg het woorden, bepleiten de openbaring. Ik schommel meer tussen zwijgen en soms wat hyperactief praten. Stemmingen wisselen af, werken fok mijn ritme dagelijks. Soms kan ik geen energie kwijt, maar meestal ben ik gewoon slaperig. Ik kijk omhoog en vraag om hulp, geef me de middelen. Help dit kind, want ik trek dit niet, ik vertik het. Maandagavond Pasen, nog 4 dagen hatelijk. Maar ja, het is geen zware last om mee te dragen. In principe dan, fok het, laat me hangen ook. Als de avond invalt, gaan de biertjes open en de jointjes branden ook. Dus ik maak me niet druk, ik chill hem rustig en vermaak me altijd goed, ook al doe ik moe ondertussen. En zit ik Lazarus voor de buis, chill ik in de stad buiten of ben ik beats aan het maken bij mij thuis? Wat, al zit ik een avond voor de buis, nog chill ik hem te hard in de stad buiten of de beats blazen vanuit mijn huis. We dwalen rond in spiraal, moe van de constante herhaling, routinematig verjaren we. Maandelijks betalen we om te bestaan, want dagen waarop de zon voor niets opkomt zien we graag. Ja, we dwalen rond in spiralen, moe van de constante herhaling, routinematig verjaren we. Maandelijks betalen we om te bestaan, want dagen waarop de zon voor niets opkomt zien we graag. Maandagavond laat verslagen met een biertje op tafel daar, naar het kanaal waar de televisie op aanstond. De cyclus van de week in eerste fase, wederom 36 uur verspillen aan de zaak. Ik word een beetje moe van die dagelijkse sleur. Slaap, opstaan, eten, verdraag je humeur en maak je klaar om weer te zweten. De teleurstelling aan het eind van de maand laat je telkens weer afvragen waar je het eigenlijk voor deed. Maar de spiegel in je kamer is geen vraagbaak. De meeste banen gaan gepaard met taken die je niet aanstaan. Maar je draagt en je praat zo, want afbaken is aso. Hoge status op kantoor biedt je meer kansen dan een staatslot. Het gaat zo. Tegenwoordig gaat het niet om resultaat, maar om hoe je je verkoopt bij je baas. Met deze conclusie sluit ik mijn boek en ga ik goed gemotiveerd de resterende dagen van de week tegemoet. We dwalen rond in spiralen, moe van de constante herhaling, routinematig verjaren we. Maandelijks betalen we om te bestaan, want dagen waarop de zon voor niets opkomt zien we graag. Ja, we dwalen rond in spiralen, moe van de constante herhaling, routinematig verjaren we. Maandelijks betalen we om te bestaan, want dagen waarop de zon voor niets opkomt zien we graag. De week is weer begonnen, weer een dag achter de rug. Je ziet me gapend met een pitje in de hand, wacht eens even terug. De week is weer begonnen, weer een dag achter de rug. Je ziet me slapen met de tv aan, s'nachts niks ervan verwachten. Dus ik sta maar op, tv uit, pc aan. Fok, werk ik morgen toch, dan kom ik maar te laat. Koelkast open, bier eruit, dan is het al gedaan. Ik blijf zitten op mijn stoel, kom er de nacht niet meer vandaan. Reflecteer gedachten van, waarom doe ik dit, dat werken? Net of ik er zelf wat aan heb, alsof ik het niet zonder red. Ik zeg, waarom doe ik dit, dat werken? Mezelf blijven tergen met iets wat iemand anders wil, niet voor mezelf. En zeg, Juri, niet aan denken, dus laat. Beter ga je slapen, beter ga je morgen plagen in plaats van het jezelf af te vragen. Zoals Il zei, die spiegel is geen vraagbaak. Als Klaas vaak, kom me halen, help me door de volgende 4 dagen.